Sport en bewegen kan je natuurlijk op superveel verschillende manieren doen. En de komende tijd ga ik stad en ommeland in om dat te ondervinden. Ik ben hier op de Turfsingel bij het Predinius Gymnasium, waar ik heb afgesproken met Rachel, want ik ga je maar parcouren. Zo. Hey. Hi. Hoi, ik ben Colin. Hi, Rachel. Dat is gewoon echt een apenkooi setup. Een echte apenkooi setup, ja. Want jij bent een van de initiatoren, hè? Ja, ik heb een jaar geleden hier Apenkooi Gym Groningen gestart. Samen met de initiatiefnemers van Apenkooi Gym Amsterdam. Hoe kom je er nou op om hier apenkooi sessies te gaan houden? Nou ja, apenkooi was natuurlijk vroeger al het leukste wat je kon doen met de gymles op school. Zeker. En het is natuurlijk eigenlijk heel stom dat alleen basisschoolkinderen of misschien middelbare scholieren apenkooi kunnen doen. Waarom mogen wij volwassenen dat niet meer doen? Ja, veel mensen is het misschien lang geleden. Misschien zijn er ook nog een paar mensen die echt van niks weten. Wat is apenkooien? Een gymspel waarbij de grond lava is. Daarom staat de hele zaal ook vol met toestellen. Want bij apenkooi gym kun je geraakt worden door tikkers. Okay. En om die uit de weg te gaan, moet je vluchten in dit terrein. De vloer is lava. Ja, daarom sta ik ook op de mat. Jij staat hier een beetje gevaarlijk. Oké, sowieso. Gaan we zo beginnen, neem ik aan? Ja, we gaan zeker zo beginnen. We gaan natuurlijk even met z'n allen op een bankje zitten, zo'n lekker laag bankje. Ja, 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 en dan ja, ja. Beginnen we met de warming-up. Daarna is iedereen een beetje opgewarmd, aan de slag in de apenkooi. Oké, aan de slag in de apenkooi. Yes. Ik heb er zin in hoor, ik heb er zin in. Ik moet zijn voeten aantikken en hij die van mij. Nou, dat ziet er gewoon zo uit. Waarom doe je mee met apenkooien? Als spelen en bewegen, wat wil je nog meer? Ik bedoel, de meeste mensen die voelen zich al heel snel te oud voor dingen. Voor mij is het altijd leuk. Ik hou hier ontzettend van. Samen, gezellig, fanatiek bezig zijn. Ja, fanatiek hè, jij ook? Ja, ja, tuurlijk. Je moet er wel een beetje voor gaan natuurlijk, hè? Maar de warming-up was leuk in ieder geval. En we gaan nu natuurlijk even door naar het echte werk. Het ouderwetse apenkooien. Hey joh, niet doen! Oh. Dat was van hele korte duur. Ah, we moeten nog een beetje inkomen, hè? Ja, precies, dat is het ook. Pas op, joh! Lekker. Waarom doe je mee met apenkooien? Het is lekker intensief, maar het is leuk om met spellen bezig te zijn. Ja. Hoe belangrijk is sport en bewegen voor jou? Wel belangrijk. Maar ja, ik vind het niet per se heel leuk, dus deze manier vind ik wel een goede manier om toch te sporten en toch leuk te hebben. Oh shit, oh! Oh, nee. Oh. Tamelijk inspannend, hè? Ja, dat is niet voor watjes. Echt niet voor watjes, nee. Oh man, het is gewoon een workout, ja. Ja, maar dan alsof je niet aan het workout bent. Ja, dat is ook het geheim natuurlijk van de apenkooi. Dat is het geheim, ja. Zeker weten. Hey, maar nu luisteren we naar de meester, hè? Kijken, wie hebben er geen lintje? Ik heb nog blauw. Het was laatst over. De basisschool all over again. Dankjewel hè. Hey, we gaan een andere variant spelen. Ja, knal de aap gaan we doen. Knal de aap? Ja, dat is onze eigen variant. Het is eigenlijk een combinatie tussen apenkooien en trefballen. Oh, ze hebben ballen dus. Ja, ik zou heel erg oppassen. Team geel met de ballen, dat is echt nu wel de grote vijand. Kom maar op, kom maar op. Aanslagen hier door. Kijk, nee. Ben je al kapot? Zo, zweten. Oh, we moeten rennen. Oh ja, we moeten rennen. Hey joh. Oh. Hey joh. Oh, vol in mijn bakkes. Gaan we nog even. Ja, we gaan even opruimen met z'n allen. En dan gaan we nog een eindspel doen. Een eindspel? Een eindspel, ja. Ons spel is met ballen en matten en dat we ook weer gaan rennen en in teams. Oké, we zijn er nog niet doorheen dus. Nee, we zijn er nog niet doorheen. Okay. Maar het einde is in zicht, mocht je het niet meer Nee, ik trek het nog wel. Hartstikke goed. Oh, mooie redding, joh. De hop of de ronde. Eén foutje en je ligt eruit. Max gek. Oh, shit. We zijn af. Zo hard gevochten. Helaas. Dit mocht niet zo zijn. Ja. Oh, nee. Oh. Wat een apotheose, zeg. Oh, niet normaal van. Oh, de wedstrijd. We did it. Oh, gefeliciteerd, hè. Ja, dat gaat er nu door je heen. Heel veel vreugde. Ja. En ik ben moe. Zo, dat was echt tof. En je hebt echt niet door dat je een workout doet. Je bent gewoon lekker aan het spelen. Lijkt het je nou leuk als ik een keer kom meesporten of bewegen met
jou of jullie. Stuur me een berichtje naar @gewoongaan.tv of ga naar de website www.gewoongaan.tv. Tot later. Hey.